4. 1, 2, 3, 4. En dan moet ik mezelf eraf gooien. Ja, dat is leven. Wat hebben jullie vandaag allemaal gehad op school? Ach, je weet toch dat ik het exposé overal mails moest voorbereiden? Exposé? Maar ik was helemaal vergeten dat de fundamentele verstandshouding met die hydraulische evenwichten tussen de mythologische dingen. Nee, maar jullie wisten, moet je luisteren. Je kan amper praten. Dus je moet niet gaan zingen op het Hollywood-Dollard kinderkankercarnaval. Ga dan gewoon lekker als kipje. Je bent gewoon een lekker kipje. Even je benen op de nacht staan. Ik doe de accu iets omhoog, hoor. Pas op, even een kleine schok. Op, ja, gaat goed zo. Voorzichtig. En ben je een mooi meisje, hè? En Albert, wat heb jij vandaag geleerd op school? Je raadt het nooit. Nee, maar daar vraag ik het ook aan Albert. Albert, wat heb jij vandaag geleerd op school? Je raadt het nooit. Nee, maar daar vraag ik, wat heb je geleerd op school? Je raadt het nooit. Nee, dat weet ik toch. Wat heb je dan geleerd op school? Je raadt het nooit. Nee, maar daarom vraag ik ook wat je geleerd hebt op school. Je raadt het nooit. Nee, maar je kunt toch voorstellen dat mama het gewoon... Je raadt het nooit. Je raadt het nooit. Het wordt maar even te veel, hoor. Ik probeer zo veel mogelijk met liefde te bedekken. Ik wil je helemaal niet lastig vallen met mijn probleem van papa en mij. Maar ik kan er helemaal niet meer tegen. Het gaat helemaal niet zo makkelijk met papa. Het is ook helemaal niet makkelijk om als vrouw in zo'n nieuwbouwbuurt te wonen. Ik weet ook wel beter een verre buur dan een beste vriend. Maar ik heb sowieso de buren nog nooit ontmoet. Oh, die bel. Dat kan misschien wel papa zijn. Ja, of de buren, je weet het niet.